Mike Antonius, voorzitter van de Kanto, opende de 39e jaarlijkse conferentie met een krachtige oproep tot actie aan industrieleiders, beleidsmakers en belanghebbenden. Antonius benadrukte de dringende noodzaak om niet alleen de digitale uitdagingen in het Caribisch gebied aan te pakken, maar ook de kansen te benutten die de digitale revolutie biedt. Belangrijke thema's waren onder meer de cruciale rol van digitale technologieën in innovatie en groei, samen met het overbruggen van de digitale kloof met ontwikkelde landen. Minister Uraiki Tramsaran van TCT benadrukte de toewijding van de Surinaamse regering aan een duurzame digitale economie. De conferentie die op 7 juli begon en morgen eindigt, roept op om tegen 2030 een gigabyte society te realiseren in het Caribisch gebied. Met nadruk op snelle communicatieherstel na rampen en voortdurende steun voor herstelinspanningen na de recente verwoesting door orkaan Beryl.